vlakbij de Bonaventura-kerk. Een prachtig gebouw, wat als je door Woerden heen fietst of wandelt en daaromheen van verre af al kunt zien. Ik ben hier misdienaar geweest, heb in het kerkkoor gezeten, mijn eerste communie gedaan en mijn vormsel. Dus een plek waar ik als kind graag kwam. Een plek waar ik hele mooie dingen heb meegemaakt. Ik ben hier namelijk getrouwd. Dat is natuurlijk de mooiste dag van je leven. Ook een hele pijnlijke herinnering. Mijn broer is namelijk overleden en die is hier begraven in de Bonaventura-kerk. Het is een plek waar mijn hoogtepunten en dieptepunten hebben plaatsgevonden en waar ik hele mooie herinneringen aan heb. De auto kwam hier voorrijden. Een mooie groene oude auto van mijn oom. En daar stapten we uit en mijn dochters die zaten achterin en die hadden mooie jurkjes aan en die liepen ook als prinsesjes hier het trappetje op. Ja, ja hoor. Hij is een stem. Geen probleem. Nee? Het hoort erbij. Als misdienaar mocht ik hier staan en dan helpen als je de hostie krijgt. Dat is in de katholieke kerk een gebruik. En ik mocht ook helpen met de wierook hier. En dan rookt die hele kerk heerlijk naar wierook. Dus prachtige herinnering aan dit mooie gebouw. Het is zo hoog, het is zo groot. Ja, voor mij ook symbool voor de grootheid van het geloof en de hoop en de liefde die voor mij hier in deze kerk heel erg tot uiting komt. Het is ook niet een leuk melodietje of zo. Het zijn echt dat stemmen. Ja. Oké. En u doet dit helemaal op het gehoor? Ja, op het gehoor, ja. Wauw, ja, wat knap. Ja. Ik heb mijn hele leven al gedaan. Oké, wauw. Ja, dat is, ik heb er een loopbaan van 45 jaar op. Zo, ongelooflijk. En ik kwam bij de grootste orgels van Nederland. Wauw. Ja. En u doet dit nog steeds? Ja, voor hier wel. Voor Woerden wel, ja. En Kamerik ook nog wel. Oh ja. Ja. Waar ben je? Ik ben Loes Eijpma. Ik ben wethouder geweest en in de Tweede Kamer gezeten. Ja. Maar als kind kwam ik hier heel veel en ik ben hier getrouwd en mijn broer is hier begraven. Dus ik heb allemaal mooie herinneringen, maar ook droevige herinneringen. Ja. Maar dat is toch een gaaf gezicht als je daar die steunberen ziet. Hoe prachtig dat gebouwd is. Ik vind het echt fantastisch om naar te kijken. Ieder hoekje van die kerk heeft zo zijn eigen symbolen en... En dat is dus Franciscus van Assisi. En er heeft hier heel lang hebben ook Franciscanenbroeders gewoond. Maar op dit moment woont er niemand meer. Voor zover ik weet. Ja. Dit vind ik een prachtig gebed. Laat mij waar haat is liefde brengen, waar onrecht is tot vergeving stemmen, waar verdeeldheid is eendracht stichten. Ja. Is nog steeds geniaal en ook heel erg toepasselijk voor nu. Waar dwaling is, waarheid doen gelden. Waar twijfel is, geloof vestigen. Waar wanhoop is, hoop wekken. Waar duisternis is, licht ontsteken. Waar droefheid is, vreugde brengen. En laat me er meer op uit zijn om te troosten dan om getroost te worden. Te begrijpen dan om begrepen te worden. Te beminnen dan om bemind te worden. Want als men geeft, ontvangt men. En als men vergeeft, krijgt men vergiffenis. En door te sterven wordt men voor eeuwig geboren. Ik vind het heel mooi. Wauw. Wat gaaf, hier ben ik nog nooit geweest. Het is net als in een film hier. Dit moet dan zo'n luikje zijn naar buiten. Die onlangs gerestaureerd zijn. Wat eng. En daar die derde punt is mijn huis. Het zijn de krenten uit de pap. Ik heb me altijd afgevraagd wat er hierboven is. Oh, dit is ook gaaf. Hier zie je die steunbalken van heel dichtbij. Dit is echt gaaf, want je ziet de molen en
de fabrieken, de dakpannenfabrieken daar ver weg. En daar de Petruskerk en de Rijnstraat. En natuurlijk het klooster. We zitten helemaal boven in die kerk. Echt gaaf. Op deze plek heeft mijn broer gelegen. Zijn kist stond hier klaar toen we zijn begrafenis hadden. En een aantal vrienden van hem, waaronder jij geloof ik, hebben hem toen gedragen. En naar voren toe gebracht. Dus dit is voor mij een plek van bezinning, van rust, van verdrietige herinneringen. Maar wel ook een plek waar het heel fijn is om te komen. Want soms wil ik graag aan hem denken. En, ik vind het fijn om hier een kaarsje aan te steken. Dat doe ik ook wel eens met de kinderen samen. En hier dan even rustig te zitten. Het is zoveel makkelijker als we met elkaar verdragen. Maar begin nou niet te zeiken van de liefde afgezaagd. Want het is toch echt zo. Dan nog zoveel beter. Haatdragende mensen. Begrijp ik voor een meter. Maar in de meeste gevallen is de haat ongegrond. Ze haten meestal iemand voor wat een ander vond. Van horen zeggen. Maar nooit van eigen zien. Zouden ze hun zien. Voor mij 7 jaar geleden met muziek maken. In deze wasserij gingen we onder leiding van Willem met de muziekacademie aan de slag om met een groep Woerdense songwriters beter te worden in het schrijven en zingen van liedjes. Nou, het mooie aan het gebouw was dat het qua inrichting zag het er gewoon nog heel oud uit van vroeger. Want vroeger was het een wasserij van de kazerne, zeg maar. En hele oude stoelen, tafels. Maar ja, wij hadden ook niet veel nodig. Het enige wat wij eigenlijk nodig hadden was pen en papier. En iedere zondag kwamen we hier eigenlijk bijeen om lekker muziek te maken en ons te ontwikkelen. Nou ja, het mooie aan deze ruimte was dat niet alleen wij daar muziek maakten, maar er zat bijvoorbeeld ook een schildersclub. We hebben ook wel eens een lied gemaakt aan de hand van een schilderij. Het is eerst een club mensen binnen Woerden die elkaar aanspoort om dingen te gaan doen. Er zijn vele mensen die daardoor een cd hebben kunnen uitbrengen of een mooie cd-presentatie hebben kunnen geven. Nou, dan houdt zoiets op. Maar toch blijft die vriendschap eigenlijk altijd wel in stand. Ook al ga je andere dingen doen. En daar ben ik nog steeds de gemeente wel heel erg dankbaar voor, dat wij van dit gebouw gebruik mochten maken. Momenteel heeft het een iets andere bestemming. Er worden nu huizen gebouwd. Ja, de wasserij zelf, daar komt geloof ik iets van horeca in. De huizen die hier gebouwd worden zijn toch ruim 5-6 ton. Dat is niet altijd voor iedereen weggelegd. Dus mijn hoop is dat hier toch ook nog iets cultureels gebeurt. Vroeger werd dat nog wel eens gedaan daar achter in de hallen. Door bijvoorbeeld de Cuvo. Er heeft ook nog de Roemeniënmarkt gezeten. Maar ik hoop dat het wel iets blijft voor iedere Woerdenaar. Vergelijk het altijd maar zo. Het was voor mij een soort van kerk. Maar er werd niet gekerkt op zondag. Maar er werd lekker muziek gemaakt. Dan kom je ook allemaal bijeen en deel je een bepaalde passie. Ja, het was voor mij een fantastische tijd. Waar ik echt met veel blijdschap op terugkijk. Wachtend op de wind. Deze trap hebben we nooit gebruikt, maar daarboven was wel de ruimte. En ik hoorde van jou dat ze daar dus appartementen gaan bouwen. Ja, ik zou daar wel graag willen wonen. Maar of ik daar ga wonen, op die vraag, nee. Ik bedoel, degene die daar woont, die mag me wel uitnodigen voor een kopje koffie of een lekker biertje.
Want dan kom ik graag voor hem spelen en zijn huis open hoor. Dat, dat sowieso. Ja, dat vind ik wel mooi dat ze dit gewoon nog... dat ze ervoor zorgen dat dit in ieder geval nog blijft staan. We gingen daar naar binnen altijd. Dat was gewoon een deur en er zat een trap. En dan kwam je op de bovenste verdieping. En ja, of die hier nog zit, die deur, dat... Kijk, en als je dan ziet, hè, ik bedoel, er zit daar gewoon nog een mooie duif. Daar in de hoek. En ik denk dat dat ook typerend is voor het liedje Wachtend op de Wind. Die mooie duif. De vrijheid die we hier hadden. En ik hoop dat dit nou echt zo'n plek wordt in Woerden waar het gaat bruisen van de ideeën, zowel cultureel gezien als ondernemend gezien. Dat mensen denken van, hé, ja, hier kunnen we allemaal... Ik zou het leuk vinden als iedereen hier aan mee kan doen, aan deze, dit gebeuren. En dat het niet een... Dat het wel echt iets voor Woerden wordt, zeg maar. Dat zou ik mooi vinden. Het mysterie van het bordje. Er is een bordje hier in Woerden waar de naam Geluk op staat. En dat bordje, dat vind je aan die kant. En dat wijst dus naar deze plaats. Maar ja, wie dat bedacht heeft, ik vind het wel geestig, ik vind het wel grappig. Maar ik zou graag wel willen weten wie dat ooit bedacht heeft, zeg maar. Om dat hier naartoe te laten wijzen. En voor mij is inderdaad wel dat bordje inderdaad mijn geluk. Dit is wel mijn geluksplek. Mysterie 1 is dus inderdaad dat bordje wat je daar vindt. En de eendjes die op het verkeersbord staan. Bij Ari. Er staan altijd 4 eendjes. En dat is echt heel frappant. En ik dacht eerst dat het misschien met de Woerdense vakantieweek te maken had, maar ik ben er nog niet achter. En by the way, ik zou ooit nog eens op de Woerdense vakantieweek willen spelen. Bij deze de uitnodiging. Thank you.